een zwaar bevochten gelijkspel tegen NAC maakt NEC zich dit weekend op voor een uitwedstrijd tegen Jong Utrecht. Trainer François Gesthuizen blikt vooruit op de wedstrijd tegen het jong team uit de Domstad. Maandag is het tegen Jong FC Utrecht uit, dit keer op Sportpark Zuiderbalg, niet in het stadion. Ja, verbaast ons ook. Ik weet ook niet wat de redenen zijn dat dat nu ineens daar is en in andere jaren elke keer in het stadion was. Of zelfs volgens mij een keer bij IJsselmeervogels werd er ook nog wel eens gespeeld. Dus ik heb geen idee, maar goed, dat is nou eenmaal zo, dus dan rijden we daar naartoe. Ja. Maar Dijkstra, weer terug, want je had er een schorsing van één wedstrijd op zitten. Dat was even winnen. Nou, als je de afgelopen jaren hebt zien voetballen, dan heeft het eerst wel vaker voorgekomen. Jammer genoeg, maar ja, het hoort er af en toe bij. Ik denk dat zonder gele kaart, misschien was die tegen Go Ahead iets een beetje dom zou kunnen. Maar over het algemeen probeer ik de gele kaart zo min mogelijk uit de weg te gaan. Maar eens in de zoveel tijd dan heb je er vijf en dan moet je brommen. Door de uitslagen van de vrijdag staat NEC tiende. Ja, met een wedstrijd minder, hè. Dat nuanceer ik het weer een beetje. Wij kunnen daar weer overheen gaan, over een aantal teams. Maar het is wel zo dat inderdaad, als je kijkt naar de uitslagen van vrijdag, dan doe je altijd met een schuin oog. Als je kijkt naar ons, geen gunstige uitslagen zijn. Alleen ja, weet je, daar heb je geen grip op. Die teams die spelen niet tegen ons. Wij moeten zorgen dat wij zelf de resultaten gaan halen die we nodig hebben. Trouwens, de hele selectie, als je bekijkt, heel weinig schorsingen eigenlijk. Ja. Zijn we te lief? Ik vrees het wel. Ja, misschien wel. Het valt mee inderdaad, maar des te beter, want dan je hebt iedereen nodig. Dus dan kun je ook zoveel mogelijk uit zoveel mogelijk spelers keuzes maken. Zeg, deze week heb je het strand opgezocht met de selectie. Niet aan de kust, maar bij de Honigen. Je bent gaan beachvolleyballen? Voetvolley, hè. Dus we hebben een lange week gehad. Omdat we pas maandag spelen. Dus dan hebben we gemeend om even uit die sleur te gaan. Tussendoor even iets leuks te doen, maar toch een trainingsintensiteit te hebben. Dus we hebben een toernooitje gespeeld. Indoor, waardoor je de week even breekt. En uiteindelijk na afgelopen donderdag, waar we vrij waren, de focus weer gelegd op Utrecht en gewoon doorgetraind. Ja. Ze doen het hartstikke goed dit jaar eigenlijk. Ik denk voor veel mensen boven verwachting, maar we hebben een goed team en wij moeten ons weer wapenen. Die focus, daar heb je deze week voor nodig gehad. Ik zag de partijspellen heb ik gezien op dinsdag, vandaag weer op zondag. Ze zijn fel, hè? Jawel, maar dat is wel wat ik vaker zeg. Hè. De trainingsintensiteit en de felheid en de agressie en noem maar op. Dat is allemaal prima verzorgd bij deze ploeg. Nou, soms komt het dan niet alleen aan op hard werk en intensiteit, maar ook op een stukje kwaliteit en slimheid. Nou, daar kunnen we nog wel wat stapjes in maken. Maar uiteindelijk begint het wel bij hard werken en je ding doen en je best doen. En dat levert soms ook punten op. Hey, die laatste wedstrijd tegen NAC Breda. Ja, daar zit je op de tribune. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat is niet leuk. Gelukkig heb ik me er een week al voor kunnen bereiden. Dus ik wist dat ik moest gaan zitten. Maar dat is niet prettig. Je voelt aan alles dat je mee wil doen. Dat je je team wil helpen. En dat mag dan niet. Dus dat kijkt niet lekker weg. Maar gelukkig hebben ze niet verloren. Nee. Ik heb het even nagekeken. Maar dit seizoen al 10 wedstrijden waarin je of terugkomt van de achterstand. Of de wedstrijd in de laatste kwartier beslist. Dan zit ik even te denken of dat iets positiefs is. Want dan sta je dus ook 10 keer achter. Maar goed, wat ik net zei, hè, de intensiteit en de wil om wedstrijden om te buigen. En daar zit het allemaal niet in. Die gasten die willen, die gaan als de brandweer. Ja, en uiteindelijk jeugdigheid en enthousiasme moet je ook koppelen aan wat slimheid. En uiteindelijk ook ook aan resultaten. Maar het feit dat je terugkomt van achterstanden is mooi. Zegt iets over het team. Alleen de volgende stap is dan niet meer op die achterstand komen en op voorsprong komen en voorsprongen vasthouden. En dat is iets waar je naartoe wil. Zeg, je bent het hele seizoen al basisspeler, dus tegen Utrecht sta je er gewoon weer in, hè, bij die eerste elf. Weet ik niet. Je hebt net de trainer gesproken, dus wie weet heeft hij er wat over gezegd. Maar ik weet het nog niet. Ik moet tot morgen wachten om het definitief te horen. Dus dan gaan we het zien. Ja. Zou toch wel een hele verrassing zijn als je niet speelt? Ik zou er in ieder geval van balen. Ja. Maar we horen het morgen wel. Want het is maandag, zou je zeggen, tegen Jong Utrecht. Daar hoef je niet op achterstand te komen. Maar zo'n makkelijke ploeg is dat niet. Hè? Nee, zeker niet. Lastige ploeg. Hè. Daar hebben we thuis, was in de tweede periode toen we er goed voor stonden. Hè. Een gelijkspelletje. Je hoeft maar even te verwijzen naar de wedstrijd die zij vorige week gespeeld hebben. Thuis tegen Volendam. Die hebben ze gewonnen. En Volendam was een van de mede koplopers volgens mij. Dat is een hartstikke lastige ploeg. In een lastige ambiance, op een lastig veld. Dan vind ik die laatste twee wat minder interessant, want daar hebben zij ook last van. Wij spelen een uitwedstrijd, een lastige uitwedstrijd. Maar aan de andere kant refereer ik nog even naar de wedstrijd een paar weken geleden uit bij Telstar. Waarin we dachten van dat wordt ook een hele lastige wedstrijd. Dus je kan daar niet zoveel van zeggen. En toen wonnen we met 7-1. Dankjewel en succes. Oké.